Van koeien en kamelen tot de avondzon, je ziet het bij De Zwarme John. Mijn naam is De Zwarme John en ik sta hier in Dubai bij het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa. Ik ben hier samen met 22 agrarische studenten vanuit de Agrische School in Dronten. En wij gaan deze week veel leuke dingen beleven. De meeste studenten hebben allemaal een agrarische achtergrond. Ze zijn boerendochter, boerenzoons. Ze zijn in het buitenland op stage geweest. Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika, Oeganda en Zweden, Ierland. Alles is mee in ons pakket. We gaan dus kijken wat we kunnen leren van de Arabische Emiraten. Of we wellicht de Arabische Emiraten van ons kunnen leren. Tijdens onze reis in Dubai hebben we veel bedrijven gezien. Om mee te beginnen met dit biologische akkerbouwbedrijf. Deze teelde gewassen midden in de woestijn. Of je het gelooft of niet, de groene kroppen sla stonden recht voor mijn voeten. Hoe doen ze dat toch, met het watermanagement en alles? Vervolgens zijn we bij een kamelenbedrijf geweest. Hier hebben we kamelenmelk mogen proeven en hebben de kamelen gezien. Een kameel geeft in de zomer meer melk dan in de winter. Hoezo hittestress? Een heel ander dier dan een koe dus. Vervolgens zijn we bij een melkveebedrijf geweest. Deze hadden 17.000 dieren. Heel indrukwekkend om dit te zien. Niet normaal hoe ver je kon kijken. We deden de tour dan ook met de bus, omdat het te ver lopen was. Na verschillende bedrijven gezien te hebben die voedsel produceren, waren we nu benieuwd, waar gaat het nou eigenlijk heen? Nou, ik kan je vertellen, 95% van de voedsel in de Arabische Emiraten wordt geïmporteerd. Dus hun voedsel komt overal weg uit de wereld. Het is heel bijzonder om daar de verse appels in de schappen te zien liggen. Zo vonden wij het melk van het melkveebedrijf waar we geweest waren en de plakken kaas van Capina uit Nederland. Na alle bedrijven en cijfers was het tijd om te ontspannen. Maar hoe doen ze dat eigenlijk in de Arabische Emiraten? Nou, iets met zand zou ik u vertellen. Met een quad, met een kameel of met de auto, het maakte niet uit, we gingen de woestijn in. Als afsluiter de landbouwbeurs in Abu Dhabi. Hier werden de nieuwe innovaties en de huidige kennis met ons gedeeld. We hebben er veel mensen gesproken. Zo ook Roel van de Jaarbeurs. Hij is mede-organisator van achter deze landbouwbeurs. Vervolgens met iemand van de overheid. De overheid en de Arabische Emiraten ondersteunen de boeren. De beste boer van het jaar krijgt een beloning van 10 miljoen dirham. Zo ook hebben we Simone van de Nederlandse ambassade in de Arabische Emiraten gesproken. Daarnaast zijn er ook groothandelaren en adviseurs vanuit Nederland waar we op de beurs leuke gesprekken mee hebben gehad. Onze trip door de Arabische Emiraten was geweldig. Zo ook haar gebouwen, de shopping mall en de Burj Khalifa. Ik heb 4 hele leuke video's voor jullie klaarstaan. Ben jij al geabonneerd? Oh, hey! Abonneer op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog. Ik ga jullie heel veel leuke feitjes brengen over de cultuur hier in de Arabische Emiraten, over de agrarische sector in de Arabische Emiraten. En ben je benieuwd, dan zou ik zeggen, blijf kijken, blijf up-to-date. De video's komen eraan.